ken eigenlijk mijn muzikanten al super lang. Ik heb nog op de trouw gespeeld van Ben van Kamp, onze gitarist. En op die trouw was de bassist van dienst Ben Brunin. En de keyboardspeler Ben Luc Vermeer. Die ken ik van toen heel in het begin dat ik naar het conservatorium ging. Is dat dan in een ander conservatorium, maar we kwamen elkaar vrij snel tegen in de muziek scene. Dus ik wist wel, ja, altijd dat ik heel graag ooit nog iets wou doen met Ben Brunin, onze bassist. En dat was een beetje ludiek, hè, dat we op de naam kwamen. Ik wou iets doen met Ben en met Ben. En dat was zo, ja, we gaan dat Isolde en de Bens heten. Hè. En dan was het voornamelijk Franse muziek, dus was Isolde en Ben. En we hebben er dan nog Luc, de niet-echte Ben, bijgehaald. Il s'adresse à notre cœur, dans un film, c'est très plaisir. Et nous fait brûler tout désir. Ils sont trop tendres et trop séduisants. Ik begin altijd wel. Ik denk dat dat typisch is omdat ik altijd muzikant geweest ben en in de tweede plaats maar zangeres. Ik begin met de muziek en het geraamte van de song. En ik begin zelfs al heel snel te arrangeren, terwijl er nog geen zanglijn is, snap? Dus die zanglijn komt altijd laatst en dan allerlaatst komt pas de tekst. Onze set spelen, denk ik echt wel de nummers dat ik liefste speel. We hebben eigenlijk ondertussen al een vrij groot repertoire. Maar we gaan er natuurlijk ook alle eigen nummers in steken. Dat zijn er nog niet zoveel, dat is ongeveer de helft van de set of zo. Maar het toffe is dat de blazers meekomen. Dus het is Isolde et les Bens XL. En dat zijn drie heel goede blazers die ook wel echt in de jazzwereld zitten en zo. En met hun erbij, allee, ja, ik heb een enorme voorliefde voor alles dat iets groter maakt, like strijkers en blazers. En met die blazerssectie, we hebben het ene keer gedaan op het einde van 2014 en dat was voor mij echt kicken. Die spelen dat dan zo zuiver en die arrangementen zijn echt af. En dat wordt heel plezant. Ik denk dat in jazz zo wel ondertussen echt een onmisbaar festival is geworden. Ik heb het nog meegemaakt helemaal in het begin, toen dat nog aan het Gravensteen was. Heb ik er ook nog opgetreden met een band. En ja, het is heel sympathiek en ik vind dat wel heel tof dat zoiets bestaat. Ik ben zelf geen grote festivalhanger. Allee, ja, mijn job biedt het wel. Ik ben daar wel heel een tijd, maar dat is behind the scenes. En ik heb mijn plekje nodig. Backstage is dan meestal rustiger. Dus ik ga niet zo snel naar een festival gaan en op de wei gaan lopen. Gewoon omdat ik ben daar een te gevoelig mens voor. En op Gent Jazz kan ik dat wel. Omdat dat is uitgestrekt. Dat is een veel serenere sfeer. Het is altijd wel heel gemoedelijk. En je hebt ook plekjes dat je even een beetje kunt gaan zetten op het gemak. En een beetje afzonderen. Dus op dat vlak, qua sfeer, vind ik het onmisbaar. Als ik vrij ben, zou ik heel graag naar Ginger Baker gaan. Ja, dat kan ik eigenlijk als drummer niet overslaan, weet je wel. Alhoewel dat, ik heb al langs een tv-documentaire gezien en het blijkt echt wel niet zo'n sympathieke mens te zijn. En soms wil ik zo de mythe bewaren. Maar bon, ik wil hem eigenlijk echt wel aan het werk zien.